Yo gast van Ekke Games, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Hunger Games hier op mijn kanaal Ekke Games. Vandaag gaan we gewoon lekker spelen met Tim 8. Ja, ik heb Tim 8 gekocht naar jullie keuze. Ik laat nu even een screenshot in beeld komen waarin de strappel te zien is. En ja, dat was eigenlijk de uitslag en daardoor heb ik eigenlijk gewoon Tim 8 gekocht. En ik ben zo'n retard geweest om de recordings samen met Jasper te verwijderen toen ik Tim 8 ging kopen. Dus dat was heel dom van mij. Dus ja, ik vind het wel een hele chille kit. Ik wil hem sowieso tot eerst op level 9 en dan wil ik hem misschien wel tot level 10 brengen. Dan vind ik dat, ja, ik vind het gewoon een hele goede kit. Op level 9 sowieso krijg je een stone sword erbij. Dan heb ik ook een stone sword en die glitst eruit. Nice. Deze kan even zo. En we krijgen zo eigenlijk wel full gear, dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Easy. Die hebben we. En nu hebben we gelijk een goede chestplate. En een nice helmpje. En dan krijgen we nu eigenlijk gewoon een hartstikke open gear. Dat is gewoon het chillen van Tim. Je vindt sneller goede bodies dan dat je goede pants vindt. Daarom ben ik eigenlijk ook voor Tim gegaan. Tim vind ik gewoon echt een hele goede kit. En je kan gewoon lekker alles inchanten wat je wil. En je krijgt natuurlijk ook food, dus... Nou, ik blijf hakken. Deze is volgens mij wel een beetje noobie, dus die moeten we wel hebben. We kallen gewoon ons taunt en hij springt erin. Ik hoop dat wij nog de kill krijgen. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, dat was eigenlijk gewoon dom van mij. Hij dacht, dan krijgt hij, als ik nou daarin spring, dan krijgt hij geen kill. Nou, blijkbaar wel, dus oh, diamond body. Oh nee. Fucking diamond body, man. Ik ren gewoon even rustig weg met één hartje. Met één hartje, ja. Ik had misschien beter met hem kunnen fighten, maar dat was sowieso ook een no-go situatie geweest. Is hij nog steeds achter mij aan? Niet. Nee, nice. Is niet meer achter mij aan. Daar ben ik blij om. Die Sly Pro X. Daar ben ik wel echt wel een beetje bang voor, want hij heeft echt best gewoon hartstikke OP. Ik dacht even dat hij er aankwam, anders ik ben nu hartstikke low. Dan daarheen. Er leven nog 4 mensen, wij hebben 2 kills. En wij gaan gewoon kijken of wij hem down kunnen halen. Komt hij aan hoor, met zijn diamond body en zijn timpans. Dit wordt echt gewoon een no-go situatie. Ik ga vechten met hem als ik full HP ben. En dan zien wij of wij van hem kunnen winnen. Ik ben bang dat wij niet van hem kunnen winnen. Ja, hier is het ook nog. Helaas hebben we dit niet kunnen winnen. We zijn wel gekild door hem, die creep team. Maar ja, dit was gewoon... We konden niet winnen. Kijk eens een keer hoe OP hij is. En hij heeft hier ook natuurlijk het potje gewonnen. Dat kan ook niet anders. Hoeveel coins gaan we krijgen? 138, hij zegt noob hacker. Die, maar dat denk ik niet. We krijgen 138 coins. Ik zie die bij potje nummer 2. Yo gast van Ekke Games, welkom terug bij ronde nummer 2 hier op de map Citadel. En wij gaan gewoon natuurlijk spelen met de twijfel tussen spel en Tim. Nou, we gaan gewoon een keer met de Tim, ons nieuwe kit. Ook al heb je hier geen enchanting table, ik krijg toch wel even lekker die Tim pens. Dus dat is gewoon hartstikke goed. En als je nog een eigen body vindt of een goede body, dan heb je gewoon een hartstikke open gear. En dat is wel het chillen van Tim. Alleen helaas geen goed wapen. Ik zet mijn sound ietsje zachter, zo. En die zet ik even op 9. En wij gaan gewoon weer verder. Wij gaan gewoon natuurlijk kijken of wij meer kills kunnen pakken. Ik hoop dat dat gaat lukken. Moeilijker uit mijn woorden komen. En wij hebben een helmpje en schoenen. Want dat, ja, we krijgen wel een helmpje, maar dat is niet het beste helmpje. En hier krijgen we pants. En natuurlijk hebben wij... Ja, we kregen gewoon iron pants. En hier kreeg ik nog een keer een goede pants. Wauw. Hier hadden we nu beter spel kunnen kiezen. Zo. Ik dacht dat wel het handigste was geweest. Als wij nu een spel hadden gekozen, hadden we echt gewoon OP gear gehad. Maar ja, maakt niet uit. Het is toch wel even leuk om onze nieuwe kit uit te proberen, dat vind ik. Dus waarom niet? En die zet ik daar neer zo.
gooi deze gewoon op de grond voor de lol. Hartstikke leuk. En hier zie ik ook al iemand. Mag ik jouw body hebben, meneer? Meneer of mevrouw, ik weet niet wat het is. Maar... mag ik jouw body hebben? Mag ik jouw body hebben? Nee, 4 HP en hij rent weg. No. Die is down, nice. Wow, en ik lag keihard. En die hebben we ook. Oeh. Het scheelt niet veel, want ik lagde op een of andere manier gewoon keihard. Maar ja, we hebben hem down. Daar ben ik blij om. Oh. Ik gooi hem even op hem. Die gaan we even daar zo gooien. Hoppakee. Hier zie ik ook al iemand. Die is ook down. Hebben we nog iets beters? We hebben 2 iron ingots. Hebben wij sticks? Ja, we hebben sticks. Oh. Oh, die hebben we ook nog down. Ik had echt niet verwacht dat ik hem nog down zou halen. Maar ja, gelukkig hebben we hem down. Ja, en we worden nu in onze bek gepakt, of niet? Oh, hij had geen... oh, die hebben we ook down. We hebben dit potje gewonnen. Ja, ik had helemaal niet door dat we... Ekino has... Nice, ouwe. Oh, lol. Ik ben weer een hacker. Nice. GG, we hebben dit potje gewonnen met 5 kills op de map Citadel. En ik zeg tegen jullie... bedankt voor het kijken, gasten. En ik zie jullie later.